Welkom op mijn YouTube-kanaal. Water hydrateert het ons. Leer hier de pure, verdoken waarheid. Sta open en leer. Water heeft anorganische of inorganische mineralen. Enkel het plantenrijk kan anorganische of inorganische mineralen converteren, omzetten naar organische. Geen enkel dier, ook de mens, kan dit niet. En dat is de reden waarom water ons nooit kan hydrateren. Nu werk ik een dikke 8 jaar in het watervastencentrum in Costa Rica. En duizenden klanten, zieke, doodzieke, terminale mensen, gezonde mensen, allerlei soorten mensen zijn daar binnengekomen. Afhankelijk van hun ziekte, afhankelijk van hun lichaamshydratatie, gaan zij op de hydratatieschaal alvorens de vasten begint. En de wereldbevolking, door gekookte voeding die bij elke maaltijd water trekt, heeft een vochtgehalte, een watergehalte van 60 tot 65% in haar lichaam. Dat is voor iedereen gelijk. De medische wereld kan dit niet meten. Ik heb in UZ Gent gewerkt, ik heb in UZ Edegem gewerkt. Ze hebben daar de apparatuur niet voor. Wij in het watervastencentrum wel. Het mooie voorbeeld is dat bepaalde mensen 9 liter per dag moeten drinken, omdat zij heel toxisch of heel giftig zijn, heel uitgedroogd. Kunt u voorstellen, u droogt per maaltijd ongeveer 50% uit, gekookte maaltijd. Maal 3, maal uw leeftijd. Dus oudere mensen zijn vaak zeer gedehydrateerd. Die moeten dan 9 liter drinken, maal het aantal dagen dat zij gaan vasten. En dat varieert van 21 tot 42 dagen. 42 maal 9 dagen. Denkt u dat deze mensen gehydrateerd zijn als die terug op die hydratatieschaal gaan? Nooit. Ik heb zelf in 2016 mijn eerste watervaste gedaan. Ik had ook veel oude plak in mijn dunne darmen. Kilo's en kilo's. Ik heb dus 9 liter moeten drinken gedurende 22 dagen. Toen ik binnenkwam, ben ik gemeten 60% water. Na 22 dagen aan 9 liter, 63 of zoiets. Dus een klein beetje is in de cellen gegaan. Omdat het verschil is, het water met zijn anorganische mineralen kan toch in de cel geraken. Maar de voorwaarde is dat men volledig plat gaat liggen. Dus ik heb 22 dagen plat gelegen. En dat is de reden waarom er toch iets in de lichaamscel is geraakt.
een kleine percentage, een heel kleine percentage is omhoog gegaan. Wat niet altijd zou lukken. Want bij vele mensen lukt het gewoon niet. Dus als u gewoon dagelijks leven heeft, gaat het nooit of nooit lukken. Gaat het nooit hydrateren. Het voorbeeld is hierbij dat ik het jaar nadien terugvaste. En toen heb ik 21 dagen gedaan aan 6 liter. En toen is er een grote massa oude stoelgang uit mijn dunne darmen gekomen, wat heel pijnlijk was en heeft ongeveer 5 dagen geduurd. En deze massa trekt water, dus hydratatie terug naar beneden. Deze massa moet veel water krijgen om los te geraken. Dus dat is al zo'n spons die absorbeert om los te geraken. Hydratatie terug naar 60 of 59. 2 jaar later vast ik 16 dagen en 4,5 liter. Toen ben ik 8 maal per dag gedurende 16 dagen naar het toilet gemoeten om oude stoelgang te elimineren. Dus ik heb juist gezegd dat dit proces water trekt, water absorbeert. Dus hydratatie naar beneden. Nu, dat was in 2019. Nu zijn we 2023, 4 jaar later. 4 jaar later, met 4 jaar intermittent vasten tot 1 uur in de namiddag, 1:30 in de namiddag, drink ik 4 tot 5 glazen water. In de namiddag, voor mijn laatste maaltijd, drink ik nog een glas. Dus neem weg dat ik 6 glazen water drink, maximaal. 6 glazen van 25 centiliter is 1,5 liter per dag, gedurende 4 jaar. Maar ik heb geen gekookte maaltijden meer. Ik heb 2 fruitmaaltijden die gestructureerd water hebben, die gedistilleerd water hebben, wat direct in de cel gaat. Wel, nu zit ik in de 80% gehydrateerd. Mijn baas die 30 jaar fruit eet en 3 jaar in totaal gewatervast heeft, heeft 90% water. Kunt u zich voorstellen wat hij doet met uw bloeddruk? Dat uw bloed verdunt, dat uw bloed beter vloeit als ooit tevoren. Dat alle gewrichten worden gesmeerd. Dat de huid glad wordt en zeker niet uitdroogt en rimpels krijgt. Dat de mensen die een bril moeten dragen, die bril kunnen weggooien voor de rest van hun leven. Dat is hydrateren. Nu gaan we eens het water bekijken. Het water dat we drinken in een fles, in een plastic fles, is heel toxisch. Want de plastic bij enkele graden warmte begint af te breken. Deze deeltjes komen in uw water en u drinkt plastic. U verteert plastic. Drinkt u uit een glazen fles,
komt ook uit een bron ergens, maar het regenwater is gedistilleerd water. Maar het regenwater absorbeert alle vervuiling in de lucht. Dit gaat in de grond. In de grond verandert dit in inorganische of anorganische mineralen. Nu, als deze bron, zoals bij ons in de jungle, omgeven is door planten en bomen, die met hun wortels de anorganische of inorganische mineralen kunnen absorberen en veranderen. Alleen planten kunnen dit. Wij hebben het beste water dat men zich kan voorstellen, pure natuur, maar het is voor ons niet mogelijk om dit om te zetten in organische mineralen, zodanig dat het goed opgenomen wordt. Dus wat is het gezondste water? Zelf gedistilleerd water. Maar daar is ook een maar bij. Als wij dat water vanuit de jungle, van ons bron uit de jungle, distilleren in Costa Rica, dan wordt het het gezondste drinkwater. Maar waar gaat u hier in hemelsnaam zulk gezond water vinden? Dat bestaat gewoon niet. Dus u bent steeds afhankelijk van de waterindustrie, tenzij u een put heeft in uw een gezonde omgeving leeft waar geen fabrieken of te veel verkeer of dergelijke vervuiling veroorzaakt. Dit water en uw eigen distillatieapparaat kan u helpen om het beste, propere, opneembare water te drinken dat u gaat hydrateren. Maar we zijn totaal misleid door industrieën met geldgewin. Als wij water willen dat ons hydrateert, dan zijn we best af dat het uit ons voeding komt. Onze voeding, onze natuurlijke voeding der mensheid, ras-eigen voeding der mensheid, is het fruit en zachte bladen. Als wij nu fruit eten wat gestructureerd water heeft, of H3O, het water dat wij drinken, het drinkwater, is H2O. H3O, gestructureerd water, zit in fruit. Dit gestructureerd water gaat 10 tot 15 maal beter opgenomen worden in de lichaamscellen. Waarom? Wel, hier moeten we even analyseren. Dat water heeft, drinkwater heeft clustermoleculen. De opneembaarheid in de lichaamscellen hangt af van de clustermoleculen. Dus het water in een fles is niet vergelijkbaar met de hoeveelheid clustermoleculen in fruit. In fruit zitten we met de juiste hoeveelheid, zodat het gemakkelijk opneemt in de cel. Plus dat
Het drinkwater heeft niet alleen organische, anorganische of inorganische mineraal, maar er is nog een probleem, een derde probleem, waar we zitten met een opneemprobleem. Het water heeft ook D2O. D2O is een oxide. Kan u zich voorstellen als iets oxideert, dat het geen gezond ding is om dat dagelijks in te nemen. Dus drinkwater heeft een oxide. Deze oxide maakt dat het zeer moeilijk is om het water tot in de lichaamscellen op te nemen. Ik ga u een voorbeeld geven van opneembaarheid. Dan moet u detox of ontgiftiging verstaan. Tomaten zijn van oorsprong geen voedsel. Tomaten zijn decoratieplanten van oorsprong, die door de mens gewijzigd zijn, zodanig dat deze een fruit produceren. Maar een tomaat is een giftige plant, want zij produceert zoveel toxines, solanine, tomatine, alkaloïd, hypoalkaloïd, lectine. Dat zijn er enkele opgenoemd. Dus als we praten over detox mode of ontgiftigingsmode in het menselijk lichaam, dat betekent hoe zeer een bepaald voedsel ons laat zijn in de detox- of ontgiftigingsmode. Als wij nu avocado's eten of noten eten, dan gedaan met de detox of de ontgiftiging. Omdat zij te weinig water hebben om te kunnen blijven ontgiftigen of detoxen. Dus dat hangt van het water af. Maar dat hangt ook van de originele van de herkomst, origine van de herkomst af. Dus een tomaat heeft nooit bestaan, zo lang als bananen bestaan, zo lang als jackfruit bestaan, zo lang als durian bestaan, want deze als mango bestaan, deze bestaan miljoenen jaren. De mens heeft de decoratieplant tomaat veranderd in een voedselproducerende plant. Dus als wij praten over detox, dan moeten we kijken naar de lichaamscel. Dus daar moet bij wijze van spreken een ontsteking, een ontvlamming ontstaan om de detox te kunnen starten. Zoals u een gaskookvuur wil ontsteken met uw lucifer, met uw aansteking. Er moet genoeg aanstekingskracht zijn, anders kan uw gasvuur niet branden. Wel, bij deze tomaten die geen eigenschappen hebben, zoals een banaan, of een ontstekingseigenschappen, zoals een banaan of een mango of een jackfruit of dergelijke, dat gaat constant goed ontsteken aan de celwanden om te kunnen detoxen of ontgiftigen, wat niet gaat bij tomaten. Omdat deze menselijke productie zijn en origineel geen voedsel waren.
Ik hoop dat ik u veel geleerd heb en ik hoop dat u open staat, want hier is geen geldgewin gemoeid zoals in de industrie die enkel water wil verkopen aan u, omdat we op een onnatuurlijk dieet gaan leven zijn dat ons uitdroogt. Want onze stoelgang is immers 75% water. Gekookt voedsel heeft maximaal 25% water. Dus het lichaam gaat bij iedere maaltijd 50% ons droog trekken. En daar speelt de industrie ons handig op in. En heeft de waterfabrieken gebouwd. Maar een slimme mens, iemand die onderzoek doet, zoals ik al 26 jaar studeer in vele landen. Dit is niet correct. Ga terug naar uw natuurlijke voeding. En ook al is die hard besproeid, het gaat u steeds kunnen detoxen, ontgiftigen, omdat het fruit, wat er ook met gebeurd is, voldoende water heeft om u te ontgiften en detoxen en zo alle ziekten af te weren. De mens is immers het koken begonnen nadat hij afgeweken is van zijn origine in Oost-Afrika en geëmigreerd is naar het noorden door klimaatomstandigheden en beginnen vuur maken is en wapens beginnen maken zoals speren en dolken om dieren te doden, de huiden af te doen en de huiden rond het lichaam te doen omdat de mens in een onnatuurlijke omgeving leefde waar het koud was, niet zoals in zijn origine in het equatoriaal regenwoud. Dus ga terug naar uw natuurlijke voeding en dan gaat u automatisch hydrateren. Ja, Rastafari, liefde en zegening, dat is wat u allemaal nodig hebt in een wereld vol met leugens en bedrog.